Dankjewel. Jasper, vorig jaar heb je heel veel mensen gevraagd naar hun mening over Arnhemse onderwerpen. Je krijgt nu van de camera 6 enveloppen met daarin zwart-wit foto's van allerlei nieuwsonderwerpen. Het is aan jou de taak om deze locaties te raden, erachter te zien te komen wat het nieuws hier was en hoe het er nu aan toe gaat. Je hebt daarvoor 5 uur de tijd. Succes! Hoe laat is het nu? 10:50, dus tot 4:10 heb ik de tijd om dit te doen. Kom maar op, zullen we zien. Yes, 6 enveloppen. Dus dan moet ik er nu eentje gaan kiezen, daar naartoe gaan en raden wat het nieuws was. Dus ga ik voor envelop 4. Oh. Dit is... Shit, hoe heet die wijk? Klarendal. Klarendal, zo heet die. Daar moeten wij naartoe. Wij moeten naar Klarendal voor deze graffiti tekening. Daar moeten wij naartoe. En ik weet ook al wat het nieuws is, maar die vertel ik zo straks. Nou, dan gaan we nu dus op weg naar de eerste locatie. En ik heb me vergist, ik zei Klarendal, maar het is het Spijkerkwartier. Want als ik die foto toch zo goed bekijk, is dit het Spijkerkwartier. Dus op naar het Spijkerkwartier. Kijk eens aan, hier, bam, het Spijkerkwartier. En wat het nieuws was, wat als ik me nog goed kan herinneren, was het dat er in het Spijkerkwartier graffiti overlast was. Zoals onder andere dit hier allemaal. Ja, de graffiti hier in de wijk, merk je daar zoveel van? Nee. Nou ja, daar dan nu wel. Ja, nu wel, als ik erover begin, dan zie je het, hè? Ja, klopt. Ja. Maar vorig jaar was er best wel veel opspraak over, aangezien er heel veel graffiti overlast was hier in het Spijkerkwartier. Ik werk hier nog maar 3 maanden, dus voor mij, ik merk er nu niet zo heel veel van. Ja, nu jij het zegt, zie ik daar op de deur staan, maar verder... Nu ik het heb gezegd, dan blijf je het zien. Ja, eigenlijk ben ik wel bang voor, ja. Wat vindt u nu eigenlijk hier van al die graffiti in de wijk? Daar vraag je me wat, hè? Ja, daar vraag je me wat. Ja, soms wel prikkelend. Best wel prikkelend. Merk je er veel van dan? Nee. Nou, zoals je net zag, boeit de mensen nog steeds eigenlijk vrij weinig. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit, ze letten er niet op. Ze vinden het wel jammer, maar goed, het maakt hun helemaal niks uit. Nu heb ik die interviews gedaan en mag ik op zoek naar een volgende locatie. Dus dat doe ik door middel van een envelop te kiezen en dan ga ik voor envelop nummer 3. Oké, eens even zien wat erin zit. Kom maar op. Shit, hoe heet dat ook alweer? Nou goed, dat is dus winkelcentrum in Arnhem-Zuid. En dat heet... iets met een W, volgens mij. Maar ik... Oh, ik kan niet op de naam komen, maar ik weet waar het ligt. Op naar Arnhem-Zuid. Boom. Hier, Rijkerswoerd. Dat was de wijk waar ik naar op zoek was. We zijn hier namelijk in het winkelcentrum van Rijkerswoerd. En zoals je hier op de foto kan zien, is dit het stukje, het kopende Aldi. De foto. Maar, wat was het nieuws? Dat weet ik nog. Het nieuws was dat het hier helemaal verbouwd zou worden. Want, eens even zien, er kwam een Jumbo bij, een Kruidvat. En die zie ik daar ook al een beetje staan. En eerder was hier een heel mooi plein, maar er staat nu 1 grote bloemen. Handel, bloemenwinkel. Maar goed, het nieuws was dus 1 grote verbouwing en het is nu klaar. Dus vragen wat de mensen ervan vinden, of het een beetje mooi is geworden. Ik ben dus benieuwd, wat vindt u nou van al die verbouwingen hier van winkelcentrum Rijkerswoerd? Heel positief. Ja, dus u vindt het wel een verbetering? Absoluut, absoluut. En waarom bent u zo positief dan? Ik ben hier 26 jaar geleden komen wonen en toen was dit nog een volledige zandvlakte. En nu hebben we eindelijk, denk ik, een volwaardig winkelcentrum. Ik vond het de vorige opstelling vond ik gezelliger. Er waren er veel meer winkeltjes en je kon veel meer halen. Nu zijn er toch juist veel meer winkels? Nou, dacht het niet.
Oké, een envelopje. Want we hebben deze nu gehad, dan moet ik een nieuwe envelop gaan kiezen. We hebben de 1, 2, 5 en 6 hebben we nog. En dan ga ik voor envelop nummer 1. Waar mogen we deze keer naartoe? De blauwe golven, ik zie het al. Ja, ik zie iemand met een borstel met zeep, zie ik tegels schoonmaken. Dan weet ik al meteen waar het over gaat. Over de schoonmaakactie van de blauwe golven. Dus dan kunnen we daar nu mooi naartoe. Op naar de blauwe golven, weer lekker terug naar het centrum. Dan ga je van het centrum naar Arnhem-Zuid, weer terug naar het centrum. Helemaal top. Kijk eens aan, we zijn op de blauwe golven. We zijn van Rijkersvoort met de bus naar de blauwe golven gegaan. Want het nieuws was, zo'n ruim een jaar geleden, vorig jaar september 2017, waren ze hier met z'n allen de blauwe golf aan het schoonmaken. Want waarom? Nou, de gemeente die wou de blauwe golven slopen, omdat het er gewoon totaal niet meer uitzag. En daar gingen demonstranten ging daar weer op in. Door een demonstratie te geven door middel van de blauwe golven schoon te maken. Zodat de blauwe golven weer een opknapbeurt zouden krijgen en het wat meer aantrekkelijker zou worden, zodat het niet gesloopt zou worden. Want het was namelijk een kunstwerk. En wat nu dus is, is dat ze er nog steeds zijn. Dus reden voor een feestje. De blauwe golven die zijn er nog. Waarom doet hij het niet? Woep woep. De blauwe golven zijn er nog. We zijn benieuwd wat u van die blauwe golven hier vindt. Wat ik van blauw, ja, dat is fijn om te parkeren. Dat is vooral. Dat is fijn parkeren. Het is heel fijn parkeren, ja. En het maakt niet uit dat het betaald is. Ja, ik woon in de binnenstad, dus ik kan mijn auto nergens kwijt. Zeker nu het lekker verbouwd wordt, is heerlijk rustig. Ja. Dan kan ik altijd mijn auto kwijt. Super. En nu het helemaal schoon is gemaakt en dat de golven weer een beetje blauw zijn in plaats van donkergrijs. Ja, nou, zegt je. Ja, is het mooi. Het straalt een beetje. Wat is het? Jaren 80, jaren 90 uit. Dus, maar op zich. Als kunstwerk, hè? Dat is een kunstwerk. Ja, het is een kunstwerk. Het is een kunstwerk, maar het is best. Ja, het hoort bij Arnhem, denk ik. Oké, het is nu dus 2 uur. Ik heb nog 3 enveloppen, dus ik heb nog 2 uur en 10 minuten om deze 3 enveloppen te bezichtigen. We hebben envelop 2, 5 en 9. 6. Dus ik ga dan ook maar voor envelop nummer 5. Het is. Oh, daar zat ik er nog bij. Dat is daarachter, dat is dat aardvarken. Maar. Ik zie wel dat dat poot van dat aardvarken is. Maar wat het nieuws daarvan was. Ik weet gewoon niet wat het nieuws was. Ik weet het echt niet. Ja, nou goed, daar denk ik nog even over na. We zien jullie gewoon bij dat aardvarken. En dan zien we wel wat het nieuws was. Ik denk er nog even over na. Nou, kijk, we zijn dus blijkbaar bij dat aardvarken. En wat nou eigenlijk het punt is, wat het nieuws hier een beetje is, is dat het aardvarken hartstikke vies was. Dus mensen wouden dat gaan schoonmaken. En Burger Soe zei, dat mag dus blijkbaar niet, want blijkbaar is dit kunstwerk van Burger Soe. En dat mocht niet, want mensen dachten, dit kunstwerk is van de gemeente, laten we het allemaal gaan schoonmaken. Maar Burger Soe zei, nee, dit is een mooi kunstwerk. Dus zo, ik ben helemaal buiten adem van die sprong. Maar wat nou een beetje het punt is, is dat Burger Soe gewoon hun eigen schoonmakers in wouden huren om dit schoon te maken. Dus wij gaan de mensen vragen wat de mensen zelf daar nou van vinden en of ze het een beetje schoongemaakt vinden van dit betonnen feestvarken. Ja, daar heb ik geen mee. Ja, als iemand het schoonmaken, heb je het over? Ja, over schoonmaken. Als je iets cadeau geeft, dan geef je dat ook uit handen. Dus dan, als het maar schoon wordt. Maar moet het schoon dan? Is het ook leuk zo? Ja, is het schoon? Ja, op een paar zandvlekken na is het op zich wel redelijk schoon. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk, als cadeau geven moet je het eigenlijk gewoon uit handen geven. Uit handen. Ja, dat denk ik wel toch? Ja. Dus eigenlijk zegt u, waar bemoeit Burger Soe zich mee? Als je een krijgt van mijn moeder, dan moet ze ook niet meer zeggen wat ik ermee moet doen. Dag dames, mogen we jullie wat vragen? Ja hoor. Nou, helemaal top. Ga ik even op deze varkenstepel zitten. ik ben dus benieuwd, wat vinden jullie van deze aardvarken? Grappig. Wel grappig. Ja, ik wist eigenlijk niet wat het was. Nee, dat wist ik niet. Je wist niet dat het een aardvarken was? Nee. Wat dacht je dan dat het was? Een. Ja, daar had ik niet echt over nagedacht wat het was. Je dacht, als ik me op kan klimmen, dan vind ik het helemaal prima. Ja. Maar wat vind je ervan dat hij een beetje vies is?
Hoe zie je dat, dat hij eigenlijk best vies is? Ja. Ja, hij is een beetje grijs en zo. En met zand en daarachter... De verf is ervan af. Ja, de verf. Of er is iets overheen, ik weet niet. Maar... Dus er mag wel eigenlijk wat aan gebeuren, ja. Zeggen jullie? Ja, maar als het een aardvark is, die zijn toch ook vies? Dat vind ik een hele goeie. Die heb ik nog niet gehoord. Dat vind ik een hele goeie. Oké, aardvarken, check. Dus dan is het of envelop 2 of 6. We moeten even kijken. Ik ga voor... 6. Nou, staat er mooi makkelijk. Envelop 6, hoppa. Kom maar door. Rapapa, rapapa, rapapa. Winkelcentrum, Presikhaaf. Kunnen we weer zo lekker ver? Moet het nou weer? Moet het nou weer? Moeten we nou weer zo ver? Nou, kom maar op. Oh, wacht, ik zal het plaatje even laten zien. Hier, winkelcentrum, Presikhaaf. Op, naar Presikhaaf. Nou, welkom in winkelcentrum Presikhaaf, waar ze eens net zoals Rijkerswoerd druk aan het verbouwen zijn. En ik ben benieuwd wat hier de mensen nou eigenlijk vinden van al die verbouwing. Nou, ik ben dus benieuwd, wat vind jij nou van die verbouwing hier? Niks. Vind je helemaal niks? Nee. Wat dan? Het interesseert me niet. Interesseert je helemaal niks? Nee. Dus je vindt er ook niet mooier op? Ja, ga gaan naar de winkels en ik vind het goed. Oh, dus het maakt niet uit dat er nieuwe winkeltjes, nieuwe eetentjes bij zijn en zo? Nee, ja. Ik ga alleen mijn winkel om iets te halen. En ja, de rest vind ik wel goed. Ja. Maar vind je het ook niet dat het, mooie, dat het nu mooier eruit ziet? Of? Ja, het is een beetje... Een beetje kaal. Mooi. Kaal? Ja, de bomen zijn weg. Oh, ja. En wat zou je ervoor in plaats willen dan? Gewoon de bomen weer terug of iets anders? Ja, wat meer groen. Ah, oké, okay. Ja, dat snap ik wel. Want als je zo kijkt, is het inderdaad wel weinig groen inderdaad. Ja. Wat vindt u nou van die verbouwing hier? Nou, het begint er fantastisch mooi uit te zien, hè? Het wordt tijd dat het klaar komt. Maar als het klaar is, dan ben ik ervan overtuigd dat het een gigantische verbetering is. Waarom is het dan zo'n verbetering? Ja, god, veel mooiere winkels, veel mooiere panden. Veel uitgebreider, grotere panden. Ja, markeert eigenlijk niks meer aan. Wat vind je nou zo mooi eraan geworden dan? Sorry, ik vind het wel heel erg mooi. Ja, maar waarom? Waarom is het zo mooi? Waarom? Ja, want eigenlijk... eigenlijk oude stad. Arnhem is eigenlijk een oude stad. Maar er zijn nu allemaal een nieuw gebouw gekomen. Dat vind ik helemaal prachtig. Oh. Snap je? Ik snap hem. Ja. Ja, dat was... Ja, u bent helemaal blij door, zie ik. Ja, ik ben echt heel blij daarmee, hoor. Ik ben hier bijna elke dag. Ik wou eens zeggen, kom je vaak hier dan? Nee, ik woon eigenlijk hier. Ik woon hierachter. Ah, okay. Ja, ik woon eigenlijk hier in Presikhaaf. Dus ik ben hier elke dag om boodschap te doen. Een stukje opknapping van uw buurt dus eigenlijk? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, op naar de laatste locatie. Het is 4:10, dus dat betekent dat we nog 20 minuten hebben. En de locatie, de laatste locatie, hangt af van of we het gaan redden of niet. Oké, 20 minuten, let's go. Het is. Het is. Oh. Oké. Dit. Hier zat eerder de topshelf. Dit is het oude pand van de topshelf. En hier moeten we naartoe. Dat ligt in het centrum bij de KFC. Dus dat weet ik heel goed. Dus daar moeten we naartoe. 20 minuutjes naar het centrum. Nou, oké. Okay, let's go. Scooter pakken en gaan. Hop. Nou, oké. Okay, op. Naar het centrum, want we hebben nog 20 minuten. Oké, go, go, go. Nou, we zijn er hoor. 4:05. 5 minuten voor tijd zijn we er. Holy shit. En hier zat eerder de topshelf, maar die zit er nu niet meer. Er zit nu de joint van Doorn Center. Nog nooit van gehoord. Maar ik heb hier een keer een nieuwsitem moeten maken over de Hudson's Bay.
die zou komen, zou je misschien in Hudson's Bay komen, die geruchten waren er. En de Arnhemmers wouden dat zelf ook, maar die is er dus niet gekomen. Dus laten we maar eens gaan vragen wat de Arnhemmers nou ervan vinden dat die er niet is gekomen. Mijn vrouw zat er wel op te wachten, want die zei ook al van binnenkort zou je hier naar Arnhem komen, maar... Maar toch niet. Dus je vrouw zat er wel op te wachten, u niet? Nee, ik niet. Mijn vrouw is naar de Primarkt straks geweest, die is 2 uur weg geweest, dat weet je het wel. Maar wat zou de liefde misschien zelf hebben, wat je leuk lijkt? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Een beetje iets wat op V&D lijkt. Hoeft niet per se een winkel te zijn, maar ook een zwembad zijn hoor. Wees creatief, verzin maar wat. Ja, het zou ook leuk zijn, een zwembad hier midden in de stad. Super bedankt voor het kijken en we hebben de 6 locaties binnen 5 uur gehaald. En dat is reden voor een feestje. Woehoe! Oh, jeez. Oh, er zit veel in, joh. Nou, de confetti die vliegt Arnhem in, dus mooier dan dit kan die niet worden, toch? Bedankt voor het kijken. Later.